Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Engeland, ronde nummer 10 van het kampioenschap en aflevering 32. Als je de vorige aflevering in Oostenrijk gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. En wil je meer afleveringen zien van F1 2019 de Career Mode? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Nou, we gaan dus verder in Engeland. Ronde nummer 10 dus. De baan moet ons goed liggen. 3 upgrades aan de auto gekomen. 3 dus. En ja, rivaliteit hebben we eigenlijk gewonnen met Max Verstappen. Emma zegt dat dus ook. En ja, dat brengt ons weer naar voren tijdens de respect. En tijdens de overhandeling met de auto. En de team dus. Want overhandelingen dus met de auto bedoel ik een andere auto. Maar ja, goed, we gaan dus eerst dit seizoen afmaken. We staan dus als vijfde bij de R&D3, als ik dat goed zeg. Ja, dat zeg ik goed. En dan laten we kijken wat het gaat worden met de kwalificatie hier in Engeland. It's time once again then for qualifying here at Silverstone on what we're hoping will be a tight contest for pole position. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now, and it never gets any easier. Goed, we zijn inmiddels aanbeland bij onze eigen auto voor de kwalificatie van de Grootmeester van Engeland. Het blijft droog, wordt ook droog tijdens de race. En we gaan er al gelijk uit. Engine fired, we're set. Bewijzen wat deze auto voortoe in staat is. En dat dit echt geen top 6 auto is, maar gewoon een top 3 auto. Dus ja, we zijn benieuwd. Het is wel bewolkter aan het gaan worden, maar er is geen dreiging van regen. Hartstikke fijn dus. Hier de pit limiter uitzetten en dan kunnen we nu onze eigen snelheid gaan rijden. En de snelheden die er op dit circuit worden gegeven zijn pittig hard. We komen inmiddels op start finish voor onze eerste ronde in Q1. Deze nemen we flat out. Dat kan tegenwoordig in de Formule 1 game. En ja, ik beloof dat het een leuke kwalificatie misschien kan gaan worden. En dat we er misschien dit keer wat dichterbij zitten. Want in Oostenrijk waren we tweede. En ik verwacht ook wel dat we hier dit dus weer kunnen gaan rijden in Q3 ook. Alles neemt heel goed. En het is met over start finish en we hebben een 1.29.5 laten noteren. Terwijl Vettel een 1.29.2 laten noteren. 3 tiende sneller. We gaan dus naar binnen. En we zijn inmiddels aanbeland bij de pitbox. We zijn inmiddels naar P6 gewezen op 19e. Paas in sector 2, maar in sector 1 en 3 laten we het liggen. Ja, want in sector 3 is het bochtige gedeelte. En daar zijn wij niet goed in. We zijn alleen snel op het langrechte stuk. De uitslag van Q1. Ja, Hulkenberg is ons gepasseerd en we zijn net door naar Q2. Dus gelukkig. Inmiddels aanland bij Q2. En we hebben een vers setje rubber van Q1 over, dus die kunnen we misschien gaan besteden. We zijn inmiddels aanbeland onze eerste run en misschien ook wel de laatste run in Q2. Over de finish. En gaan we kijken wat deze run dus gaat opbrengen. Hier flat out weer. En dan is het hier Hamilton die uit de pitstraat komt. Hamilton verstoort daar ons net niet de tijd, maar we moeten hier gewoon gaan liften. En onze tijd is dus naar de Filistijnen. Ja, dat heeft dus geen zin. Hier ook Hamilton, wat doe je jongen? Hij wilde niet voorbij. Heel frustrerend is dit. Voor mij zit Russell achter ons.
Sorry, dat is Lucas Weber die achter ons zit. Die moet ik wel even voorbij zien te laten. Oh, sorry Lucas. Gaat u maar. Nee, Hamilton gaat er niet voorbij. Nee, Hamilton, dat dacht ik dus even niet. Jij hebt mijn ronde verstoord, nu ga ik jouw ronde verstoren. Butler met een 1.29.8. Snel van de Brit. Maar Leclerc met een 1.28.7. Sorry, net is. Gewoon een seconde sneller. Ongelooflijk. En Hamilton zit hier nog steeds achter ons hoor. Kan er niet voorbij. Nou, alhoewel, daar komt Hamilton hoor met de navel. Nee, want die slaat mij af. Wij gooien naar de deur gelijk dicht. We zijn inmiddels aanbeland bij onder nummer 2, oftewel lap 2 van onze Q2 strijd met Lewis Hamilton eigenlijk. Bottas met een 1.28.4. We zitten in het groen. Wat goed voor ons is. Persoonlijke verbetering. Wel een klein beetje wijd, maar het is niet erg. Hamilton zit hier wel. En ik blokkeer hem hier gewoon, want hij heeft gewoon mijn run verpest. Mijn eerste run. Dus nu ga ik zijn run ook verpesten. Flat out, maar we schieten daardoor. Geen track limits. Bizar. Ja, ik hoor Hamilton daar liften. Hamilton moet daar liften. In deze bocht nemen we wat te snel. En daar zit Hamilton er al naast. Maar we duwen hem hier gewoon langzaam op het gas. 19e langzamer dan Bottas. Maar dat geeft niks. We moeten gewoon door zien te komen naar Q3. Dat is het advies. Gewoon door zien te komen naar Q3. Hier kunnen we dit gewoon doen, want er zijn geen track limits hier ingesteld. Dus ja. En dan gaat onze ronde hier opbrengen een 1.29.8. P10. En Hamilton naar 9. Oké. We zijn inmiddels aanbeland bij de garage. En het staat er niet goed voor ons. Dus we moeten er nog een keer uit. Wat ik niet zo fijn vind. Want eigenlijk had ik liever dat ik deze band kon uitsparen voor Q3. Dus ja, helaas. We zijn inmiddels uit de pitstraat met nog 4 minuten te gaan. P12. Dus op dit moment missen wij de boot naar Q3. En dus moeten we die tijd dus niet gaan verbeteren. En wij zijn op dit moment de enigste op de baan. Dus we hebben clean air. Super fijn dit. Ik vind het altijd hartstikke fijn als er niemand voor me rijdt of iemand achter me rijdt. Want dan voel ik geen druk namelijk. Ik voel nu wel druk, omdat er nog maar 3 minuten op de klok staan. Op de klok staat. En ik dus op P12 lig. Helemaal dan op P11. Dus de Brit moet ook nog aan de bak. Inmiddels overzet vind ik heen gekomen. Deze keer nemen we de bocht wel goed. Maar we zitten een klein beetje in het rood. En dan kunnen we gewoon hier weer in het groen zetten. Doen we het trouwens ook. Er zijn al meerdere jongens de baan op. En die doen hier hun laatste run in Q2. En ik doe trouwens ook mijn laatste run in Q2. Maar ik ben wel eerder de baan op gegaan. Dus ik zou nog misschien voor een tweede run kunnen gaan. Nou, we moeten een goede lap. En wat krijgen ze voor mij? Een goede lap. Een 1.28.2. Page in sector 1. Page in sector 2. En groen in sector 3. Alsjeblieft, Jeff. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Nu op naar Q3. En dan gaan we kijken hoe dat gaat worden namelijk. Maar eerst terug naar de garage. Maar ja. Uitslag van Q2. Hamilton pakt ons toch nog even op 2/10. En Hülkenberg heeft het niet gered. Butler trouwens wel. Nou, de Devon zit er nu gelukkig bij. Hij zat in seizoen 1 al helemaal niet bij. Maar ja. Hamilton's tweede tijd, sorry, Hamilton's derde tijd is sneller dan alle andere tijden. Oké. Interessant, interessant, interessant. Inmiddels aanbeland bij Q3. Dezelfde Hamilton hebben wij nu trouwens voor ons rijden. Dus, misschien gaat hij een tactiek met ons bespelen. Ik weet niet, maar wat hij in de Q2 deed was bloedirritant. Was nergens voor nodig, Lewis. Helemaal nergens. En met uit de pitstraat. En nu kunnen we de auto zelf gaan besturen. Ja, en wat ik net al zei in een paar ronden terug, in Q1 volgens mij. Ik verwacht hier dat wij hier voor de pole kunnen strijden. Maar dat het niet de pole wordt. Want ja, boel, Mercedes en Ferrari zijn gewoon niet snel. We hebben het aanbeland bij een stuk hier voor bocht 3 al aangekomen. Want de tijd is al gaan lopen bij ons.
En dit deel van het speed, dat bochtige gedeelte, dat vind ik zo irritant. Ik kan het nooit goed rijden. Onze auto is er ook niet voor gemaakt. Wij hebben een auto die uitstekend is op een lange stuk, maar tijd verliest in de bocht. Net als Ferrari in 2009. Kijk maar, Pagi sector 1. Hij had er meteen 28-0 en onszelf meteen 28-1 op een tiende van Hamilton. Dat is teleurstellend. Dat is heel teleurstellend. Ja, Pagi sector 2, maar in sector 1 en in sector 3 laten liggen. Nu was na de derde plek gewezen door Lucas Weber. En ik ben er weer vroeg bij voor onze laatste run in Q3. Schijnbaar heb ik neus beschadigd. Ja, dat doet niks. Dus dat ik al wat tijd heb verloren in sector 1 van het eerste deel van de Kudinski. Oftewel, begin deel van het circuit. En dat moeten we nu goed zien te maken voor dit lange stuk. Drie tiende zitten wij eronder volgens mij, zag ik. Over startfinish heen gekomen, bijna. Nog steeds naar 3. En ik verwacht dat we ook op P3 zullen staan. En het is... Nice job. P3. Nou, prima resultaat hier in de kwalificatie. Daar ben ik blij mee. De uitslag, Hamilton naar 1, Verstappen op 2000ste Mr. Pole en onszelf naar P3. De uitslag, we winnen het nog van Max Verstappen, we winnen het nog van Nico Hulkenberg. De resource points zijn er best wel veel, denk ik, aan het einde van deze kwalificatie, omdat ik veel ronden heb genoteerd voor mijn team. Ja hoor, 214 in totaal en 445 overall. De reputatie is weer gestegen bij onszelf en de top 10 veteran sport. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good nou, chance in the race. We gaan dus gewoon door naar de race hier in Engeland. The pain of parting is nothing to the joy of meeting again. And how joyous indeed it is to be back at Silverstone once more for the British Grand Prix. The queues to get in this morning extended miles back down the A43, such as the enthusiasm for Formula One in this country. With good opportunities to overtake at the end of the Wellington and Hanger Straits, there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of the Silverstone circuit. With 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour, it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. They've got a really good lead in the championship going into this weekend. So it feels to me that they've got one hand on the trophy. Let's not get too ahead of ourselves, Crofty. Yes, it looks like a big lead, but all it takes is a locked brake into turn one, a sticky wheel nut in the pit stop, and that could all get turned on its head. You can never discount one more sting in the tail. Nou, de grid voor de Grote Prijs van Engeland. Met Lewis Hamilton in de pole position en daarachter Max Verstappen. 1 en 2, super gedaan van de beide rivalen. Onszelf na 3 en Leclerc na 4. Weber 5, Bottas 6, Kvyat 7, Perez 8, Sebastian Vettel 9 en Button sluit de top 10 af van Toro Rosso. Giovinazzi 11, Hulkenberg 12, Russell 13, Grosjean 14, Max 15, Sainz 16, Raikkonen 17, Stroll 18. Ricciardo 19 en Gasly met een penalty op de laatste plek. Dat was dus de crit. We gaan gewoon door naar de race. We zijn inmiddels aanbeland bij de auto. Ja, de strategie en de fuel. We nemen wat extra fuel mee in de auto voor om hard te pushen. En we gaan dus ook kijken of we voor de overwinning kunnen meeschrijven. Want de lampen zijn officieel afgedrukt van Engeland Career aflevering 32. En we zijn onderweg. De lampen hingen wat vast, maar we komen al goed weg. Maar Weber is beter weg. En Leclerc ook zelfs. En het is zijn grapjes met Leclerc en Weber. We hebben een track limit waarschuwing. En Verstappen is al gelijk naast bij Hamilton. Verstappen pakt de leiding. Maar Hamilton kan terugkomen. Komt hier ook terug hoor. Verstappen slaat gelijk toe. Wat hij ook trouwens in Abu Dhabi moet doen, dat heeft hij helaas niet gedaan. En Verstappen en Hamilton nog steeds nek aan nek. En hier wint de Mercedes zitten nog van de Honda motor. Ja, Hamilton behouden de leiding. Onszelf dus naar 3. We behouden dus gewoon de plek. Weber naar 4 en Verstappen naar 2. Weber.
kijkt daar, maar slaat die aanval niet door. En nog steeds P3, maar de druk staat erop van Lucas Weber. Want die Mercedes motor is snel. Hier een wat wijdere lijn pakken, helaas schoten we door, vandaar die wijdere lijn dus. Maar ik wil nu graag in het spoor van Verstappen houden eigenlijk. Dat is wat ik dus wil gaan doen, deze grote prijs. En ja, we komen goed mee zie ik. Slipstream pakken van Max. Wel Weber ook aan proberen te dringen. En vorig jaar, oftewel vorig seizoen, ging het hier wel goed. Want daar pakte ook onze koningplek. Wel Weber, daar kijkt hoor. Weber kijkt, maar lukt die avond niet. Nee dus. We moesten even voorzichtig aan met Max, want daardoor verloren wat tijd. Hamilton snel met een 1.34.5. Hij is dus snel onderweg. Deze bocht kunnen we flat out nemen en Verstappen zit nog steeds op de grond van Lewis Hamilton. Maar ik wil er ook bij zijn. Ik wil er ook bij horen. Inmiddels ronde nummer 2. Daar komt Verstappen met de aanval op Hamilton. Maar die aanval slaat niet. Die slaat niet. En hier rijdt Hamilton langzaam. Hier kunnen we zien profiteren van Lewis Hamilton die Max ophoudt. Maar helaas. We zetten de snelste race ronde neer, maar Weber verbetert die met een 1.31.5. We moesten even blokkeren. Inmiddels zijn de twee weggereden. Max en Hamilton zijn weggereden. En ik zie Weber ook niet in mijn spiegels. Dus nu kunnen we naar Max toe rijden. En kijken wat hij gaat doen met Hamilton. We zetten niet de snelste race ronde neer, maar wel de snelste sector. De sector 2 namelijk. 2.6 seconden naar Lucas Weber. Verstappen zit nog steeds op de kont van Lewis. Ronde nummer 5. Het gaat hard. Met de snelheden trouwens ook. Vooral Beckett en Kopp zijn geweldig om te rijden flat out. Daar zit Verstappen aan de binnenkant en heeft die plek veroverd. Maar Hamilton geeft niet op. En Verstappen pakt de leiding in de grote prijs van Engeland. Maar je weet het nooit met Lewis. Die kan altijd terugkomen. Ronde nummer 5. En wij proberen nu richting Hamilton toe te rijden. Maar dat lukt niet. Want hun rijden al gelijk weg. Zien jullie dat? Die gaan gewoon aan de horizon verdwijnen. Of we moeten een goede timing hebben bij de pitstop. Hier pakken we ze misschien wat terug in het bochtige gedeelte. Inmiddels ronde nummer 6. En we gaan naar binnen. Ik ga nu voor de undercut op deze twee rijders. Dus ik probeer nu voor Hamilton en Verstappen terug te komen in mijn outlap. Oftewel in de snelle ronde die ik rijd. Dus die ik moet pushen. Dan probeer ik voor hun te eindigen. En mijn banden waren eigenlijk ook al aan. Dat voelde ik ook. En we gaan gewoon naar de mediumband. Goeie stop, 2.1. Naar de laatste plek verwezen. Maar die jongens halen we dadelijk allemaal weer in als hun stop gaan maken. 37 seconden doen we erover. Ja, we moeten nu het gat zien dichtrijden naar Stroll en Ricciardo. Maar wij halen hun vanzelf wel in bij de pitstops. En hopelijk ook Max en Lewis. Dat zou wel vet zijn. 2-1 hebben we dan de undercut geschakeld. En dat zou hartstikke vet zijn. Want het gat met Hamilton en Verstappen is best wel groot. Verstappen heeft de leiding veroverd. Is nu aan de leiding van de Grand Prix van Engeland. Kijk eens aan, we zijn hier over start-finish heen gekomen. En ja, we hebben Hamilton recovered. En Verstappen zit hier ook al aan te komen. Een andere lijn nemen dan de Nederlander. De buitenkant kiezen. Hier buitenom proberen. Ja hoor, de leiding veroverd met een hele goede outlap. En wat zei ik je, de undercut heeft gewerkt. Het team heeft weer een uitstekende strategie gedaan en het begon allemaal in Hongarije een seizoen terug. Geweldig. En nu hebben we virtueel de leiding in handen. En dan moeten we proberen om deze leiding niet meer af te geven aan Verstappen of aan Hamilton of aan Leclerc. Ik weet niet waar Charles zit, maar die zit ook niet zo ver van ons denk ik. Alhoewel,
Nee, die zit niet ver, ver weg van ons. Inmiddels onder nummer 9. We zetten de zelfs race neer. En Verstappen komt daar met een aanval, maar wij slaan die aanval af. En het 1.31.4 is onze snelste race ronde en ook de snelste race ronde van de race. Maar we moeten nu Verstappen zien af te schermen, zo is het. Andere lijn nemen, wat scherpere lijn nemen dan de Nederlander. En hier alles openzetten voor Max. Verstappen zit hier in de slipstream, kan naar buiten toe, maar wij blokkeren die buitenkant. Gaat naar de binnenkant, maar lukt helaas niet. Wij sneden daar erg scherp naar binnen. Maar het mag allemaal, we hebben niemand geraakt. Stroll en de andere boys moeten nog naar binnen. En daar komt Verstappen met een aanval. Volgens mij raakt hij onze achterkant. Ja, Verstappen heeft ons dus geraakt. Maar geen grote schade voor ons of voor onze landgenoot. Maar Verstappen zit wel te pushen. Grosjean moet nog naar binnen. Die gaat het zwaar krijgen. Verstappen kan hier niet aanvallen met nog 400 te gaan. En dan wordt het weer twee Nederlanders op het podium. Net als in Oostenrijk. En we zien nu Verstappen wat vertragen. Oftewel, hij rijdt minder snel. Heeft hij zijn energie opgebruikt? De ronde nummer 12. We zetten de snelste race te zijn van 1.31.2. Gat naar Weber is inmiddels 2.2. Want hij heeft Verstappen zien te pakken. En dus gaat het weer zo eindigen, denk ik. Met onszelf, Weber en Verstappen op het podium. Net als in Oostenrijk. Maar Weber dus naar 2. En die pakt dan ook volgens mij P2 af. In het algemeen klassement van Lewis Hamilton volgens mij. Maar we houden het tot nu toe nog steeds de leiding. Plus de snelste race ronde. Punt. Inmiddels ronde nummer 13 en Weber zit misschien wel aan onze zaak toe te kruipen, want ik zie hem wel dichterbij komen hoor. En dit kan misschien wel spannend gaan worden, maar we moeten gewoon uitgaan dat we geen fouten moeten maken. Groen is sector 1, het gat naar Weber is 16e. Kan van alles nog gaan gebeuren hier. Maar ik verwacht gewoon dat wij weer een overwinning gaan halen. Dat is dan onze 4e overwinning op een rij, een record voor ons. En misschien kunnen we dit seizoen wel Sebastian Vettel's record gaan verbreken. 10 achtereenvolgende overwinningen in het seizoen. En wij winnen dus de grote prijs van Engeland. En we pakken niet het snelste race rondepunt. Maar alsnog goed gereden. En 4 overwinningen op een rij. Congratulations to Alfa Romeo then for their excellent win today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Alfa Romeo have been winning fans the world over with their brilliant driving, showing that they're a force to be reckoned with out there on the track. They'll certainly be building on that fan base after today's excellent result. Nou, de uitslag, wij willen dus de grote prijs. We pakken niet het snelste race rondepunt, maar die pakken we tot Weber. En Vettel naar 3. Who do you pick? I have to say Sebastian Vettel certainly caught my eye during the race. Heeft Verstappen toch nog gepakt? Oké, top gedaan van de Duitsers. Van P9 naar P3. Vettel voor het eerst op het podium in seizoen 2. Goed gedaan. 73 punten is het inmiddels geworden met Lucas Weber. 24 punten verschil met Mercedes in de constructeurs. Het kampioenschap hebben we eigenlijk al binnen. Want hierna zijn er nog, kijk eens, goed 11 races te gaan. En ja, onze auto is zo dominant. Ik verwacht gewoon niet dat wij kampioen gaan worden. Dus ik verwacht gewoon niet dat wij niet kampioen gaan worden. Dat bedoel ik niet. Maar goed, Hulkenberg pakt een punt voor Alfa Romeo. Top gedaan, Nico. Je pakt eindelijk weer je punt. Maar je bent er niet echt bij. Kijk maar. 12e met 9 punten. Gewoon 203 punten verschil met mijzelf. Best wel pijnlijk, Nico. Je moet echt beter je best gaan doen, kerel. Anders red je dit niet. Anders wil ik ook een ander teammaatje. Dan wil ik gewoon een betere teammaat.
Want kijk, 24 minuten veel met Mercedes. Wij willen gewoon constructeur worden. I'm sure you're Claire inmiddels Ameland. It was more like Dodgems than Formula 1 today, wasn't it? Ja, was het? Ik weet niet. Ik vond het dat ik het wel rustig aan deed, maar kan ik zijn van niet. Ik weet niet, ik heb gewoon mijn best gedaan. En meer dan mijn best kon ik niet doen. Oh, de reputatie is gedaald. Oké. You must be happy with the result. Ja, ik ben uitstekend blij. Van P3 naar P1. Super resultaat. Your team must be ecstatic with how you're performing. Jazeker, mijn team is zeker ecstatic. Maar zij doen het grootste deel van het werk. Ik rij alleen maar de auto. That was a good race for Lucas. Are you pleased to see him doing well? Ja, ik ben enorm blij dat Lucas het doet. En ik denk ook dat ik nu met hem het kampioen te gaan strijden. Want het kan ook zijn dat Williams in seizoen 2 sterker begint te worden. De rivaliteit. We winnen toch nog van Nico Hulkenberg. De rivaliteit hebben we begonnen met Max Verstappen. Nou, top gedaan. De resource points zijn er gewoon, zoals bij veel. Ja, rivaliteit 250, dus extra 622 in totaal en 1007 overal. 10 goals is behaald. Sorry, is niet behaald. Mijn fout. Ik zat even in de war met de resource points. Maar dat geeft niks. Het is wat gedaald, maar dat geeft niks. Geef een professor en een sportsmanship. Ja, en dan zou ik zeggen. Ja, dit was het voor de mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. En wil je meer afleveringen nog in 2019 meer moet. Druk dan op een ik. Schakel nog gelijk bij op alles als je het enkele van mist. Reageer wat beter anders moet worden. Deze video, als je genoten hebt, beloon het echt een toffe video. Dit en dit komt beter op. Ja, dit komt reden, dat soort shit. Voor mijn regel op de social media, links in de beschrijving, Instagram, Twitter en Facebook. En zou ik zeggen een fijne dag verder. En dan zie je tot de volgende keer bij F1 2019 Primo. Gaan we verder in Duitsland.